Een hele goede morgen. Super dat je kijkt naar deze livestream van Mozaïek. Vanaf welke plaats je ook kijkt, ik nodig je uit om met ons mee te zingen voor onze Heer. Hier uw licht en uw liefde schijnen. Waar u bent zal de nacht verdwijnen. Jezus, licht van de wereld, vernieuw ons levend woord. Ja, uw waarheid bevrijdt ons, schijn in mij. Schijn door mij. Ik wil komen in uw nabijheid, uit de schijn. Goedemorgen. Leuk dat je weer meekijkt. Vul dit land met uw heerlijkheid. Stort op ons uw vuur. Wat een heerlijke manier om de dienst zo weer met elkaar te mogen beginnen. En in onze gemeente vieren we dat we bij Jezus mogen horen. Er is blijdschap.
Maar we erkennen ook de gebrokenheid van het leven. En we willen met elkaar ook verdriet delen. We zongen net, vrijmoedig staan wij oog in oog met u, Heer. Daalt uw stralende licht op ons neer. En afgelopen week mocht een van onze delen van Mozaïek dat ook letterlijk ervaren. Want afgelopen zondag overleed op 68-jarige leeftijd in het bijzijn van haar hele gezin en is ze rustig ingeslapen, onze zuster Eve van Kooi uit Bunschoten, Spakenburg. En Eve was sinds vorig jaar december ziek en de laatste weken ging het hard achteruit. Ze ziet hier stralend en uitnodigend uit op de foto, een prachtige vrouw. En dat was ze. Tot op het laatste moment ook nog bemoedigend naar de mensen om haar heen. En Eve vertelde en zong graag over Jezus. Eve was voor veel mensen belangrijk. Een steun en toeverlaat. En ze koos Psalm 91 als tekst voor haar uitvaart. Dankdienst moesten we het noemen. Mijn toevlucht, mijn vesting. Op u vertrouw ik, want, zei Eve, dat heb ik mijn hele leven mogen ervaren. Dat God in ons midden is. En ondanks de gebrokenheid en de stormen die ze samen met haar man Wijnand regelmatig heeft moeten doorstaan, kon ze dat zeggen. Op u vertrouw ik. En we mochten haar gisteren begraven. En we gaan straks in de preek door op het thema gebed. En Martin Koornstra gaat vertellen over het thema ons gebed in hemelse handen. En Eve, die was zo'n bidder. Eentje waarvan Ayan vorige week zei in zijn preek van papa, hier ben ik. En ze had heel veel gesprekken met mensen over het geloof en over Jezus. En elke keer na afloop bad ze dan van papa, ik heb er met iemand gesproken, maar ik heb er weer eentje bij u gebracht. Nu is het uw beurt. Gewoon heel krachtig en eenvoudig. Maar daarom is het gemis voor haar man Wijnand en de kinderen op dit moment ook zo groot. Het is best lastig om je maatje te missen, om je moeder en je oma zo te moeten verliezen. En we gaan zo voor ze bidden. En het zijn grote woorden die ik net zei. Mijn toevlucht, mijn vesting. Op u vertrouw ik. Durf je dat te zeggen? Nou, we zeggen het elke week dat onze God onze rots en onze beschermer is. En dat willen we ook deze week weer tegen je zeggen. Je bent welkom en er is een God die van je houdt, die je beschermer wil zijn. En je mag weten dat je geliefd bent. En ben je op die een of andere manier die connectie kwijtgeraakt met God? En wil je daarvoor laten bidden? Er is een contactteam dat klaarstaat om met je te bidden, om je te bemoedigen, om met je te danken. Via onze chat, via de mail of via onze social media kanalen kun je daar een beroep op doen. En maak daar ook gebruik van. En zullen we deze dienst dan ook gewoon beginnen met gebed. Dank u, Vader, dat u er bent. Dat u naar ons luistert en dat u ons altijd hoort. Heer, en dat willen we ook tegen u zeggen, dat u onze toevlucht bent, dat u onze beschermer bent. En zo willen we deze dienst ook uitspreken dat onze hulp en onze verwachting is van u. U die onze trooster bent, die er altijd voor ons bent in moeilijke tijden. Maar we willen u beginnen met u te danken. Danken voor alles wat er kan, voor het feit, voor onze rijkdom, voor het feit dat we u mogen leren kennen. Dat u er altijd bent en dat we altijd bij u terug mogen komen. En om vergeving mogen vragen. Heer, als we deze week fouten hebben gemaakt, dan beleiden we die. En dan hebben we er spijt van. Wilt u ons helpen ook om die fouten te herstellen. Ook naar anderen toe in onze omgeving. Heer, we willen u zo danken voor het leven van Eve. Wie ze was, hoe u door haar heen heeft gewerkt. En we bidden u de vrede en uw geest toe aan Wijnand en het gezin. Iedereen die daar omheen staat. Heer, dat willen niet van die makkelijke woorden in een rouwperiode zeggen, want er is verdriet. En dat mag ook blijven staan. En we weten dat u er bent en dat u er altijd zult zijn. Maar we bidden u om meer. We bidden u om mensen om hen heen die u bemoedigen. Door psalmen, door woorden, door liederen. Heer, en ook door de aanraking van uw geest. De voelbare en tastbare aanraking. Ook voor de mensen die op dit moment gebrokenheid ervaren. Door ziekte, door eenzaamheid, door verlies, raakt u hen aan met uw zachte geest. Heer, Martin Koornstra die staat ook weer te popelen om u over te vertellen. Wilt u hem zegenen? Wilt u de band zegenen? En iedereen die achter de schermen ook aan deze dienst meewerkt. En zo bidden we de zegen uit over deze dienst. In Jezus' naam. Amen.
and every chain will break as broken hearts declare His praise. Who can stop the Lord Almighty? Our God is the Lion of Judah. He's roaring with power and fighting a battle, and every knee will bow before Him. And our God is the Lamb that was slain for the sin of the world. His blood breaks the chain, and every knee will bow before the Lion and the Lamb. Oh, every knee will bow before Him. So open up the gates. So open. Voor de Heer
misschien mijn leven lang loven, want u heb ik lief. Niets is zo goed als een leven heel dicht. Oh, niets is zo goed als een is zo goed als een leven heel dicht bij u, o Heer. En hoe vaak ik dit lied ook heb gezongen, iedere keer raakt het mijn hart weer. De bergen aanbidden, de zee juicht mee bij het horen van uw naam. En ik bid dat je mag beseffen en nooit mag vergeten hoe wonderlijk en hoe mooi en hoe krachtig de naam van Jezus is. En dat gaan we samen zingen. What a beautiful name. You are the Word at the beginning, one with God, the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is, nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. Didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater.
Goedemorgen allemaal. Welkom op deze gebedsreis die we samen met jou, met jullie aan het maken zijn. En zelfs al kijk je vandaag voor het eerst, waar dan ook vandaan, doe mee met onze reis van gebed. Leren bidden zoals Jezus bad. En of je alleen kijkt, in je kamer, in je woonkamer, of met een groepje, misschien zelfs met een soort huiskerk in een zaaltje. Leer van Jezus om te bidden. En we zijn aanbeland bij het Onze Vader. En vorige week, twee weken geleden, had Kees het over onze, onze. En Arjan over Vader. En ja, dan mag ik met in de hemel verder. Onze Vader in de hemel. Dat zinnetje alleen al geeft een gevoel van, ons gebed heeft iets heel chiques, iets heel moois. We richten ons tot de Vader, alsof het een persoon is waar we ons te richten. En die heeft een adres in de hemel. Gebed is bijna een brief die gericht is aan een persoon en aan een plek. Het is niet onbestemd, ons gebed verwaait niet zomaar. Het is niet dat het geen doel heeft of ergens verdwijnt. Nee, naar de Vader in de hemel. Alsof je een hele bijzondere brief schrijft naar de God der goden. En natuurlijk, gebed heeft ook iets heel ontspannen. Het kan zomaar help zijn. Heer, raak me aan. Iets heel gewoons. Maar het heeft ook iets heel verhevens. Zeker in onze Vader. Dat lijkt wel op Johannes, de discipel Johannes. Die is, als je leest over hem, dan staat er vaak dat hij ligt aan de borst van Jezus. Alsof het zijn buddy is. Jezus, mijn maatje waarmee ik mag praten. Gewoon gesprekken voeren. Maar als die Johannes, diezelfde Johannes dan Jezus ziet verheven in de hemel, in Openbaring 1, dan kan die niet meer op zijn benen blijven staan en valt die omver vanwege de grootheid van Jezus. Diezelfde Jezus die onze buddy kan zijn, waarmee je mag zeggen, hier, dit is wat ik mee zit, hier is het, is ook in de hemel die plek waar we ons toe richten met diep ontzag. Onze Vader in de hemel. En hemel en aarde horen bij elkaar. Dat is, zo is het begonnen. In het begin schiep God de hemel en de aarde. En tegelijk is er een groot verschil. Psalm 115, vers 16. De hemel is de hemel van de Heer. De aarde heeft hij voor de mensen gemaakt. De Heer is in de hemel, wij op de aarde. En door gebed verbinden we die twee met elkaar. Door gebed zijn we in contact met de Vader, maar ook met de hemel die daarbij hoort. De hemel. Hoe stel je de hemel voor? Ik denk dat als je kinderen hebt of jaren geleden jonge kinderen had en ze zijn christelijk opgevoed, dan komt er minstens een keer de vraag, papa of mama, hoe ziet de hemel eruit? Ik weet dat onze oudste dochter op een bepaald moment zei, papa, ik vind dit jurkje zo mooi. Als ik in de hemel ben, wil ik dit jurkje ook aan. In de hemel. En toen kwamen er hele gesprekken over de hemel. Van, eten we daar ook? En wat eten we daar? Nou, daar kun je nog een beetje in meepraten. Want ja, er is een koninklijk bruiloftsmaal, dus er zullen alle lekkere dingen zijn. Maar ja, toen kwam de vraag, gaan we daar dan ook naar de wc? Ja, toen wist ik het niet helemaal meer. Want dan moet je ook weer corvée doen met elkaar. En in de hemel is er volgens mij geen corvée. Nou, in ieder geval, de hemel. Het is heel chic, onze Vader. Het is aan hem geadresseerd in de hemel, op die plek. Maar hoe ziet die hemel er dan uit? Nou, de Bijbel heeft ons een aantal dingen laten zien die genoeg zijn om te weten hoe bijzonder het daar is. En opnieuw ga ik naar Johannes. Johannes, die al die openbaringen heeft, die beschreven staan in het boek Openbaring. En ik lees een stukje voor uit Openbaring 4. Op hetzelfde moment raakte ik, en dat is Johannes, in vervoering. Er stond een troon in de hemel en daarop zat iemand. Degene die daar zat had een uiterlijk als van jaspis en sarder. En rond de troon was een regenboog die eruit zag als smaragd. Vanaf vers 5. Van de troon gingen bliksemschichten uit en donderslagen en groot geraas. En voor de troon brandden 7 vurige fakkels, dat zijn de 7 geesten van God. En ervoor lag, voor de troon lag iets als een zee van glas, van kristal. De beelden die we door Johannes krijgen van de hemel vertellen ons genoeg om te beseffen dat de grootheid van God daar altijd te zien is.
Er is daar iemand die zit op een troon. God regeert. Iedereen in de Bijbel die de troon, die de hemel ziet, ziet een troon. Jesaja 6, hè, waar Jesaja zegt, in het sterfjaar van koning Uzia zag ik de Heer gezeten op een hoog verheven troon. Ezechiël ziet een troon en daar zit iemand op en die noemt hij de oude van dagen. Dat is geen bejaarde man met een lange baard, dat is degene die er was voor de dagen begonnen en er zal zijn als de dagen er niet meer zijn, maar de eeuwigheid eindeloos aanvangt. Er zit nog een troon in de hemel en daarop zit degene die regeert. De hemel zegt, God regeert. En hij is bekleed met edelstenen. Jaspis en sarder. God is regeert, maar hij is ook in zichzelf schitterend. De hemel is prachtig. En hij zit er op zijn troon en dan om die troon heen een regenboog. Een regenboog die God zelf bedacht heeft. Die in de hemel staat, maar voor ons voor het eerst zichtbaar was bij Noach. De trouw van God. Maar die staat permanent in de hemel. Want in de hemel zien we, God is permanent trouw. Hij regeert, hij zit op een troon. Hij is schitterend, hij straalt met edelstenen. Hij is trouw. En dan, voor die troon, een zee als van glas, als kristal. Een glazen zee. Wat zou dat betekenen? Oh, als je door de Bijbel heen bladert, kom je steeds de zee en de machten van het water, de chaosmachten tegen, als beeld van het rijk der duisternis. Dat begint al bij het begin van onze Bijbel. Genesis 1 vers 1, in het begin schiep God de hemel en de aarde. De hemel is de hemel van de eer, de aarde heeft hij aan de mensen gegeven. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was woest en doods en duisternis lag op de oervloed, de watermachten. Als het volk Israël uitgeleid wordt, wordt het water uiteengeduwd. Want door het water, als dat weggeduwd wordt, daar is de volle bevrijding. En Jezus spreekt tot die chaosmachten, zwijg stil. Hij loopt op die machten. En al die strijd gaat maar door, de hele Bijbel door. Maar in de hemel zijn die chaosmachten tot stilte gebracht. De chaos is tot stilte gebracht en de duisternis is transparant geworden. Het is er niet meer. De hemel zegt, God regeert. De hemel zegt, God is schitterend. De hemel zegt, God is trouw. En de hemel zegt, Jezus is overwinnaar. Dat is, daar gaat ons gebed naartoe. Oh, gebed brengt je in contact met de hemelse grootheid en goedheid van God. Jaren geleden, het was nog, denk je, mijn tienerjaren of twintigerjaren, was ik God aan het aanbidden. Ik geloof dat het een jeugdconferentie was. En dat ik zo onder de indruk was van God, wilde ik op de grond gaan liggen. Ik ging liggen op de grond uit mezelf om God te aanbidden. En met mijn ogen open was ik aan God aan het prijzen. En toen gebeurde er iets. Ik was nog in die ruimte waar ik was, maar ik zag ook in mijn denken dat ik in een hele grote hal was. En die hal, die was zo eindeloos groot. En ik wist, ik ben ja, in de troonzaal, ik had een beleving van de hemel. En wat was er in die hal? Overal aan de muren. Overal hingen herinneringen aan overwinningen. Spullen hingen daar, er hingen een soort trofeeën. Het hing er helemaal vol mee. En ik zag het, mijn ogen waren open. Ik zag gewoon de wereld om me heen, maar ik was ook op die plek. En ik weet dat ik bijna 10 minuten lang alleen maar kon zeggen. En ik keek om me heen. En ik zei, wat heeft u veel gewonnen? Wat heeft u veel gewonnen? En ik was het enige wat ik kon uitbrengen. Het was een eindeloze hal met allemaal trofeeën. Hoe vaak de hemel heeft gewonnen. Want in de hemel regeert God en is de zee van glas. Glashelder als kristal. Demonie is compleet verslagen. En als we dan bidden, verbinden we ons met die wereld die we niet zien. Maar het contact is er. Matthäus 6 vers 6, net voor het Onze Vader. Maar wanneer u bidt, ga uw binnenkamer in. Sluit de deur en bid tot uw Vader die in het verborgene is.
Het Griekse woord zegt cryptos, die cryptisch is. Het zijn cryptische beelden, maar we weten, God regeert. Hij is schitterend, hij zijn trouw is tot in eeuwigheid en Jezus is overwinnaar. Oké, onze Vader in die prachtige, schitterende, verborgen hemel. Wat gebeurt er dan met onze gebeden? We lezen verder, ook Johannes ziet daar iets van. Openbaring 5 vers 8. Want voor die troon zijn, daar zijn nog 24 tronen. Daar zitten de oudsten en vier wezens. En die roepen permanent, heilig, heilig, heilig is de Heer God Almachtig. Die was, die is en die komen zal. En dan staat er, en ieder van die 24 oudsten en die vier wezens, ieder van hen had een lier en een gouden schaal voor wierook. Dat zijn de gebeden van de heiligen. Bidden is het vullen van gouden schalen met gebed. De gebeden van de heiligen worden verzameld in schalen. Jouw gebed legt gewicht in de schaal in de hemel. Ons gebed doet iets. Als wij bidden, denken we soms het is maar eventjes. Maar voor de hemel heeft het eeuwigheidswaarde. Gebeden gaan verder dan de woorden die je nu uitspreekt. Ze vullen de schalen in de hemel. Waarschijnlijk zijn de gebeden die anderen voor ons bidden, jaren geleden voor ons gebeden hebben, ouders, grootouders, zitten allemaal in die schalen en dragen bij aan wat er met ons gebeurde. Na ons amen blijft dat gewicht maar toenemen. Toen ik hierover nadacht dat die gebeden blijven en gewicht in de schaal leggen en niet verdwijnen, moest ik denken aan mijn moeder. Ik kom uit een gezin van vier kinderen. Ik heb twee broers en een zus. We zijn opgegroeid in een zendelingengezin in België. En in mijn kinderjaren en jonge tienerjaren weet ik, laat even moeder het verteld en hebben we erover gepraat, dat ze bijna elke avond, als we in bed lagen en sliepen en de deur dicht was van onze slaapkamer, knielde voor de deur en ging bidden voor ons. Soms een uur lang. Bidden, bidden. En ik weet niet hoe dat precies in de hemel gaat met al die gouden schalen vol met de gebeden van de heiligen. Maar misschien sta ik hier vandaag wel. Omdat mijn moeder knielde voor de deur. Avond aan avond aan avond aan avond. Misschien is de zegen die we met Royal Mission, onze bediening, ervaren wel omdat ze er iedere keer voor op de bres ging staan. Onze Vader in de hemel. En ze verbond zich met die glorieuze plek en haar gebeden stegen op en vulde de schalen en werkte iets uit. En dan gaat het nog verder. Die gebeden vullen, leggen niet alleen gewicht in de schaal. Openbaring 8 vers 4, de rook van de wierook steeg met de gebeden van de heiligen uit de hand van de engel op naar God. Het is gewichtig ons gebed, maar het wordt ook op een gouden altaar geofferd met reukwerk en het verheugt God. Gebed is niet alleen bedoeld voor een gebedsverhoring. Gebed is ook bedoeld om God eer te geven. Om hem te laten voelen, hem reukwerk te geven. Wat in de tabernakel en de tempel altijd moest branden als een offer voor God. Want als bidden alleen vragen om een antwoord is, kunnen we stoppen na het amen of het moment dat we het opgeven. Maar als bidden gaat over het behagen van God, dan stoppen we nooit. Dan zullen we altijd bidden, onze Vader in de hemel. Want het vult de schalen en het is een reukwerk voor de Allerhoogste. Psalm 141 zegt het zo mooi. Laat mijn gebed voor u zijn als reukwerk. Mijn geheven handen als een avondoffer. Ons gebed zenden we op naar God de Vader die in de hemel is. Hij regeert. Hij is schitterend. De trouw van God en die glazen zee, de overwinning van Jezus. Daar verbinden we ons mee. Daar leggen we contact mee. Gebed brengt ons in nauw contact met de Allerhoogste. En onze gebeden worden daar opgevangen en vullen de gouden schalen en worden gebruikt samen met reukwerk als een offer voor God. En dan? Naar de hemel, wat er gebeurt met die gebeden, maar dan verder, het Onze Vader gaat nog verder. Onze Vader in de hemel zei,
Laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen. Laat uw wil geschieden op de aarde zoals in de hemel. Gebed is je verbinden met de hemel en tegelijk een ontzagwekkend verlangen uitspreken dat die regering, die schittering, die trouw en die overwinning zichtbaar wordt op de plek waar je nu bent, op aarde. Op jouw kantoor, in jouw huis, in jouw straat, in jouw gesprekken op aarde. Dat het daar doorbreekt, zoals het daar is. Zoals daar uw naam geëerd wordt. Zoals daar uw wil gedaan wordt. Zoals daar uw koninkrijk, uw regering ten volle is. Laat het ook hier, vandaag, bij mij, bij jou gebeuren. En het gebeurt. Het gebeurt op verschillende plekken, op verschillende manieren. Maar in de Bijbel kun je het lezen dat er mensen zijn die dat letterlijk ervaren. En een mooi voorbeeld is Genesis 28. Jacob is op de vlucht. Op de vlucht voor zijn broer, Esau. En op een nacht gaat hij, terwijl hij vlucht, slaapt hij. En gebruikt hij een steen om zijn hoofd op te leggen. Is trouwens niet de makkelijkste manier om te slapen. Maar goed, een flinke steen, legt zijn hoofd erop neer, valt in slaap. En die nacht heeft hij een droom. Of misschien wel een visioen. Maar wat ziet hij? Dat de hemel verbinding legt met de aarde. Er is een ladder en engelen gaan op en neer en de mensenzoon daalt neer. En de volgende ochtend als hij wakker wordt, denkt hij, maar dit is, hier raakt de hemel de aarde. Dit is een open plek en de steen waar hij op geslapen had, zet hij omhoog. Giet er olie over uit, als ware ik zalf deze plek. En dit is nu Bethel. Huis van God. Want hier, waar God regeert en woont in de hemel, hij woont ook hier. Stenen. Een plek, een steen, die hem iedere keer als hij daar weer langskomt, herinnert aan, de hemel is open. De hemel kan de aarde raken. Engelen kunnen op en neer gaan en die glorie zichtbaar maken op aarde. Zoals in de hemel, zo ook op aarde. Jaren geleden sprak God me aan. Ik was in een conferentie en ik was in een samenkomst en ik weet niet meer waar het eigenlijk over ging. Maar God nodigde me uit om meer voor mijn kinderen te bidden. Eigenlijk, terwijl hij vroeg, ontdekte ik dat ik heel weinig voor mijn kinderen bad. Oh, ik bad wel eens voor ze, maar niet consequent. En in die preek, en ik weet niet meer waar die preek over ging, was er een uitnodiging om een steentje op te halen, om iets te onthouden. En God nodigde me uit om een steentje op te halen en het in mijn zak te stoppen. Als herinnering. Als herinnering aan het feit dat ik zou bidden voor mijn kinderen. Een klein, wit steentje. En door dat steentje in mijn zak te stoppen, herinnerde ik mezelf aan, ik wil voor mijn kinderen bidden. Ik wil dat in hun leven de hemel doorbreekt op aarde. En er waren dagen daarna dat ik 3 keer per dag voor ze bad, als ik mijn zakdoek pakte of mijn sleutels voelde. Maar er waren dagen dat ik 10 keer bad. Er waren dagen bij dat ik 30 keer voor ze bad. En die steen heeft 1 jaar lang in elke broek die ik aan had gezeten. Sportbroeken, zwembroeken. Iedere keer ging mijn steen van de ene keer naar de andere. Af en toe kwam hij in de was terecht. Maar dan viste ik hem er weer uit. En in dat jaar zijn er zoveel wonderlijke dingen gebeurd in mijn 2 prachtige dochters. Ingeborg en Lieselot. Een tijd later heb ik opnieuw een steen in mijn zak gestopt. Omdat ik weer voelde dat er een nood was waar ik extra aandacht aan wilde geven. Waar ik extra bewust wilde zijn dat die hemel, die schittering, op aarde zichtbaar kan worden. Sinds deze week heb ik weer een steentje in mijn zak. Omdat de nood zo groot is. Omdat het nodig is dat de hemel doorbreekt op aarde. En jij en ik, we hebben allemaal mensen, omstandigheden, situaties waar we van dromen, verlangen, maar ook voelen dat het nodig is. Dat dat gebed onze Vader in de hemel ook effect heeft op aarde. Zoals in de hemel, zo ook op aarde.
Ondertussen heb ik al heel wat vaders gesproken. Die mede door de verhalen die ik verteld heb, een steentje in hun zak hebben. En me bellen over wat God aan het doen is. En ik wil je uitnodigen. Zou je een steen in je zak willen stoppen? Voor die vriendin? Voor je kinderen? Voor je partner? Voor je werkgever? Voor je buurman of collega? Als herinnering dat iedere keer als je dat steentje voelt, denk je, oh ja, ja. En dan hoef je niet meteen een uur te gaan midden, maar gewoon kort. Onze Vader in de hemel, laat uw wil geschieden. Draag mijn kinderen. Zegen mijn vrouw. Want in de hemel regeert God altijd. Er is geen dag dat hij niet op zijn troon zit. Er is geen dag dat hij niet de regie in handen heeft. En hij schittert permanent. En om hem heen is die trouw, die eindeloze trouw van voor de grondlegging de wereld tot daarna. En de zee is van glas. Er is geen demon meer die beweegt. Er is geen duisternis meer die het donker maakt. Zoals in de hemel. Onze Vader in de hemel. Ons gebed heeft een doel, maar ook mag het uitwerking hebben. Zoals in de hemel, zo ook op aarde. En dan zeggen soms mensen tegen mij, ja, ik heb geen zak om een steentje te stoppen. Dan zeg ik, stop hem maar in je schoen, dan vergeet je het zeker niet. Herinnerd worden dat gebed ons verbindt met de hemelse grootheid en goedheid van God. Herinnerd worden dat die lijn, die rechtstreeks lijn, permanent open is. Onze Vader in de hemel. Laat uw wil geschieden. Laat uw naam geheiligd zijn. Laat uw koninkrijk komen. Laat dat allemaal wat daar gebeurt, waar we een glimp van weten, maar die is zo mooi, zichtbaar worden op aarde. In mij, in jou en in onze vrienden. En degene waar we zo bewogen over zijn. In Jezus' naam. Amen. Ik wil graag voor jullie bidden. En je zegenen. En misschien moet je het zelfs in de chat zetten voor wie jij gaat bidden. Zodat we elkaar laten weten. Ik ga een steentje in mijn zak stoppen voor die. Voor hem, voor haar, voor die groep mensen. En daar wil ik je in zegenen. Misschien is het goed om gewoon je handen te openen. En dit te ontvangen. Vader, in de naam van Jezus. Laat uw zegen komen over ons allemaal. Als we onszelf willen herinneren aan die hemelse grootheid. Die schittering waar u bent. U bent goed en alles om u heen is fantastisch. Schitterend en mooi. Laat het komen. En laat in mensen en omstandigheden de zee tot stilstand komen. De duisternis transparant worden. Dat de glazen zee zichtbaar wordt in de chaos van deze wereld. Herinner ons, Heer. Om iedere dag weer dat reukwerk op te doen gaan. De schalen te vullen. En te verwachten dat het zal worden op aarde zoals in de hemel. In Jezus' naam. Amen. Of God and sing, you are worthy of it.
deserve the glory, Lord. O Heer, ik bid dat onze gebeden mogen opgaan als een liefdevol reukoffer voor U, als een aangename geur, o Vader. Night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Wat bevrijdend om zo te mogen zingen. Wat heerlijk. Dank Bent. En dank ook Martin voor je verhaal. Ik zit altijd op het puntje van mijn stoel als jij ons weer enthousiast meeneemt. Ons gebed legt gewicht in de schaal. En ook jij legt gewicht in de schaal. Dus dank je wel dat je ons meenam op dit nieuwe hoofdstuk in onze gebedsreis. Gaat het allemaal goed met jullie allemaal? Ik zie heel veel gezelligheid al voorbij komen op social media. Kerstbomen die al staan. En het is ook al bijna advent, volgende week alweer. Een tijd van verwachting. Geboorte van onze, van Jezus. Maar ook misschien wel een dubbele verwachting. Dat de maatregelen straks na de kerst versoepeld mogen worden. Dat we bij elkaar mogen komen. Dat we elkaar weer kunnen ontmoeten. En daar kijk ik naar uit. En dat wil ik tegen je zeggen ook, houd moed, want dat gaat komen. Maar er kan nog steeds heel veel. Afgelopen week hadden we weer onze introductieavonden van Mozaïek. Dat kun je bijwonen als je kennis wil maken en deel wil worden van Mozaïek. En we zaten met een kleine groep in een hele grote zaal bij elkaar. En toen zei iemand van, ik ben eigenlijk nog nooit bij jullie in de kerk geweest. Ik heb jullie afgelopen zomer leren kennen via de livestream. En we zeiden, hey, onze eerste online deel. Wat gaaf dat dat ook gewoon nog kan.
Dus we zijn blij dat er ook nog heel veel dingen wel kunnen. De Alpha online, de Marriage Course en deze livestream. En volgende week, want ik had een lange aanloop, tijdens die eerste advent, is er om 8:00 s'avonds een prayer en worship avond. Een avond van gebed en aanbidding, waar je je gebeden kan indienen via de chat of via andere mogelijkheden. En dan willen we met elkaar gaan bidden. Voor ons land, voor de tijd van richting kerst. Dus van harte aanbevolen. En natuurlijk zal onze worship band daar ook bij aanwezig zijn. Dus we kijken uit naar het feest van verwachting. Naar advent. Wat we zeggen altijd, duisternis is overwonnen en Jezus leeft. Amen. Hey, en mocht je nou nog gebed willen, ik heb het net al gezegd aan het begin van de dienst, dan staat het ons contactteam voor je klaar. En denk je, ja, dat vertelt hij elke week, dat is niks voor mij. Ja, natuurlijk, dat is ook voor jou. Als je bemoediging wil, als je wil dat iemand voor je bidt, maak er dan gebruik van. En dat kan natuurlijk ook in de kring waar je nu bent. Oefen gewoon eens zelf het Onze Vader, of spreek dat uit als reukwerk voor onze Heer. Tot slot, voordat we ons laatste lied gaan zingen, onze collecte. We voelen ons met elkaar verbonden en ik hoop dat we daarmee ook een stukje verantwoordelijkheid voelen, ook financieel. Dus daarom ook de collecte van harte bij je aanbevolen. Voor het werk van onze gemeente in de regio, maar ook steeds meer in het land. Geef wat je kunt geven, zeggen we altijd. Voel je tot niks verplicht. En vergeet ook je eigen gemeente niet als je geen deel bent van Mozaïek. Want ze hebben het harder nodig dan je denkt. En mocht het allemaal nou te snel gaan, straks staat die QR-code ook nog na afloop op het scherm. Of je kunt je gift ook altijd achterlaten op de website van Mozaïek 0318 of 033. Dank alvast ervoor. Volgende week opnieuw een livestream om 11:00. Ik weet niet precies wie er spreekt, maar ik weet wel dat om 10:00 Olly en Sophie weer paraat staan. Dus ook daarvan harte uitgenodigd om bij aanwezig te zijn. De band staat opnieuw te popelen om met ons te zingen, maar ik mag jullie eerst nog de zegen meegeven. De liefde van de Vader en de genade van zijn geliefde Zoon Jezus Christus en de gemeenschap en de verbondenheid met de Heilige Geest is met jullie allemaal. Amen. Reveal to us again who you are. All things are possible, God of the miracles. God, let your will be done. We pray. To love as you have loved us. Now come and build your throne as we go where you go. God, our deliverer. Yours is the kingdom.